Ja? Ja. Kan die? Ja. Goedemorgen, deze maandagmorgen. Het is vandaag, welke datum? 9 september? Nee, dat is volgende week. Oh. Dat is 2 september. Oh ja, het is 2 september. Wij zijn nog een weekje vrij. Ha. Sorry. En deze jongens hierachter, die gaan weer naar school. Die gaan weer naar school. Dus jullie weten wat dat betekent? Dan beginnen we de video weer met een ontbijt timelapse. En daar staan ze weer. Leef zijn schooltas en Jane's schooltas. Helemaal gevuld. Hadden we gisteren helemaal niet laten zien, maar ze zijn hier dus bezig in de straat. Er staat een vraagteken. De straat en de stoep is helemaal uitgehaald. De bomen zijn weggehaald. En het wordt allemaal opnieuw aangelegd. Dus vooral het lastige is dat we een beetje een parkeerprobleem hebben nu. We staan nu helemaal bij school geparkeerd. Ach ja. Ach ja, het zei zo. Zo, hebben ze afgezet. Allebei vol goede moed gaan ze het nieuwe schooljaar beginnen. Nou, dit ging beter dan ik dacht. Ja, echt bij beide. Ik had bij Levi nog wel zoiets van, nou, dat zou misschien nog wel lastig kunnen worden, maar nee, het ging echt prima. Dus zij hebben een eerste schooldag, wij hebben nog een weekje vrij. Dus wij gaan zo eerst beginnen met wat boodschappen doen, denk ik, of niet? Ja, want er is niks meer aan huis. Nee, dus het wordt tijd voor boodschappen. Op naar de Flora. Geef jij uit de buurt. De laatste keer dat jullie ons gezien hebben was vanochtend tijdens boodschappen doen. Maar zo, wat doe je? Ik doe even het lepeltje in het shirt. Zoals gisteren gezegd, zijn er tijdens onze vakantie heel wat pakketjes binnengekomen. Waaronder een hele grote, waar ik al een tijdje op heb zitten wachten. Maar hij is er eindelijk. Dus ik zal het even laten zien. Kijk, dit is hem. Een grote doos. Nou, je kunt hier nog niks uithalen. Jawel. Niet waar die vandaan komt. Het staat er niet. Nee, maar... Oh ja, hier. Ja, precies. Ja, als je dit een beetje leest, dan kun je er wel iets uit opmaken. We hebben hem al gezien. Want Joyce die had hem ook besteld. En daar was hij al binnengekomen toen wij er waren. En toch lijkt hij groter nu. Ja, maar hij is ook heel groot. Jee! Kijk. Cool, hè? Wij zijn helemaal klaar voor Halloween. Ik heb vanochtend ook niet stil gezeten over het begin van de middag. Want ik heb al het filmmateriaal heb ik vanochtend al overgezet naar mijn SSD-schijf. Dat is gebeurd. En het was nogal veel, dus dat duurde even.
Ik heb de foto's net bewerkt. Daar ga ik nu even een selectie van maken. Die hebben jullie als het goed is al gezien op Instagram. Fijn, Instagram kan nu trouwens een post aan van 20 foto's tegelijk. Dus dat is helemaal toppie. Dus nu kunnen we 20 foto's uitzoeken en zo meteen posten. En zo meteen is het alweer tijd om de jongens op te halen, zie ik. Het is weer 5:05. Cindy. Ja. Tijd gaat snel. Ik had het gezien. Tijd gaat heel snel. Cindy is even aan het kijken hoe ze die pompoen hier het best naar voren kan laten komen. Ja, ik heb het denk ik. Heb je het? Ja. Nou, ik vind hem heel leuk. Ik keur hem goed. Hoe was het op school? Goed. Was het leuk? Ja? Was het leuk? Goed zo. Mijn ballon niet. Waar is je ballon? Buiten. Ja, meer dan dat krijgen we dus niet uit vandaag. Bij beide niet. School was gewoon leuk. Ik denk dat het voor allebei een beetje vermoeiend is. Heb jij al wel info gekregen? Ja. Echt? Levi heeft vandaag gerekend. Oh. En een camera geknutseld met een fotorolletje waar hij alles van zijn vakantie op getekend heeft. Was dat leuk? En een ballon getekend voor zijn verjaardagskalender op school. Oh. En op het veld kwam een luchtballon. Oké. Okay. Huh? En die andere meneer dan? Dat weet ik niet. Die is ook bij de luchtballon geweest. Oké. Okay. Nou, vals gespeeld. Juf Amber had een berichtje geplaatst op klasbord. En als je dan vragen stelt... Oh, dan krijg je dan dat krijg uit. Je. Oh. Nou mensen, we hebben boodschappen gedaan. Want het normale leven begint weer. Dus we gaan koken. Yes. Dat zing je mooi. Dat zing je mooi. Ja. Oké. Okay. Hallo. Hallo. Er zit iemand te zingen. Op het toilet. Ja. Oh. Hallo. 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 Nu ga ik gevaar doen. Ja, er is een mes weer. Het andere pakket is bezorgd. Dus ik ga uit beeld en ik ga dit in beeld brengen. De volgende keer hadden we deze, maar nu hebben we verrast nog een verrassing voor papa. Ja, maar laat je die staan, want ik weet niet of die kan starten. Nee. Oké, gaan we. Papa? Mag ik hem opmaken? Maak maar open. Anna! Hallo! Hey. Het is het hele, maar die heb ik al. Oh, en een leentje. Ja. Oké. Okay. Nee, ik ben gewoon de oudje. Maar goed, dit was niet de verrassing. Die is hier. Nou, zet maar neer. Ja? Ja. Kan die? Ja. Oh, hier ben ik echt zo blij mee. Ja? Dit vind ik echt een hele leuke verrassing. Ja! Ja, omdat jij deze zo graag wou. Ja, die wou ik echt heel graag. Yay! Zo, dit hadden we al een paar dagen niet gezien, maar het is even flink aan het regenen. De konijntjes vinden het wel lekker zo te zien. Want, kijk, kijk. Lucky. Lucky zit daar. Nou, Ozzy zit wel heel veilig binnen. Slim. En, kijk. De pompoen staat aan. Morgen, deze dinsdagmorgen. Wij zijn nu in Apeldoorn. Want belofte maakt schuld. Ik had een tijdje geleden heb ik hier in Apeldoorn heb ik hier een ontbijtje gedaan. Met wat collega's. En ik had iets te vaak tegen zin gezegd van dat was lekker. Dus ik heb de belofte gemaakt dat ik haar ook een keer mee zou nemen. Dus vandaag is die dag. Kijk, zijn we weer. Hotel Apeldoorn. Zijn ze nog nooit geweest? Dit is ook pas mijn tweede keer. Maar het is echt een heel mooi hotel. Snel naar binnen genieten van het heerlijke ontbijt. Want als ik hoop dat je hem lekker vindt, zul je zien. Je hebt de lat wel hier gelegd. Waar? Hier. Daar. Ja, precies. Nou, op naar binnen.
Het ziet er allemaal weer goed uit. Croissantjes, broodjes, koffie. Goed. Ah, hier. Eitjes. Goed. Kijk eens deze gekookte eitjes. Die gekookte eitjes zijn grappig, zeg. En waarvan ik zin gek helemaal overgemaakt zijn deze. De wentelteefjes. Nou, ga je even maken of niet? Komt wel goed, hè? Nou, gang nummer 1. Rustig beginnen. Dat ziet er goed uit. Wat heb jij allemaal genomen? Zo met zalm. Mm-hmm. Fancy. Fancy ontbijt. Hm? Nou, buikje vol? Yes. Goed gegeten? Yes. Ja, was goed, hè? Ja. Echt een prima ontbijtje hier. Dus, van de Hoek Apeldoorn, goed gekeurd. Kamers zijn ook wel mooi. Het enige wat ik jammer vind aan de Van der Valk, daar hadden we tijdens het eten over. Dus een tweepersoonskamer is echt wel heel goed te betalen. Dat is gewoon een normale prijs. Maar een vierpersoonskamer betaal je net weer echt gewoon het dubbele. Dat is een beetje jammer. Dus ik had liever gehad dat ze een paar tientjes erbovenop. Het lijkt mij... persoonlijk, maar goed, wie ben ik? Dat het niet zoveel uitmaakt voor een hotel of je nou een 2- of een 4-persoonskamer vult. Maar goed, hè? Wat ik al zeg, wie ben ik? Zo verstandig heb ik er nou ook niet van. Maar dat zou het wel iets aantrekkelijker maken om het ook gewoon een keer te doen, daar te slapen. Ja, maar gezins. Vind ik sowieso in Nederland breekt het aan als je met een gezin naar een hotel wil met kleine kinderen. Ja, dat vind ik gewoon lastig. De meeste hotels zijn echt wel ingericht op 2, max 3 personen. En daar houdt het helaas wel een beetje op. Ja, goed. Wij gaan nu door naar de Voorwaarts. Hier het winkelplein hier. Even bij de Mediamarkt spieken. En gaan we even zien. Nee, rechtdoor, rechtdoor. Dus op naar de Voorwaarts. Zijn we dan op de Voorwaarts. Is even Mediamarkt dan de Toy Champ. En verder zien we nog wel even. Misschien dat we ook nog wel even Apeldoorn Centrum ingaan. Een leuk dingetje. Ik heb hier dus op deze afdeling jaar gestaan. Alleen toen had je hier nog camera's, foto en navigatie. Maar hier heb ik 2 jaar gewerkt. 2 hours later. Zo, we zijn nu niet meer op de Voorwaarts. We zijn nu in Apeldoorn Centrum. We lopen nu door de vernieuwde Vrouwen van Jerie. Althans, even oud natuurlijk, maar even laten zien. Jongens, kijk dan. Allemaal lege panden. Als er links, als rechts, als boven, als beneden. Het is echt super treurig. Het is heel sneu. Maar goed, we zijn hier voor 1 winkel en die zit hier meteen rechts. De TK Maxx, die zit er dus nog wel. Zo, op even naar de TK Maxx, kijken wat ze hier hebben. Hier zijn ze ook alweer met een stemming van Halloween. Heel veel dingetjes. Beeldjes, snowglobes, zelfs een gigantisch knuffelskelet. Want wie wil nou niet een skelet knuffelen? Clone the Dark stickers, die hebben we hier volgens mij vorig jaar ook gehaald. Met van die stickers. Ah, ze hebben genoeg. En schattige Halloween spellen. Deze vind ik wel leuk. Dit is een kaars. In de vorm van een... bekertje latten met een donut eraan. Kijk, het is gewoon een kaars. Ze hebben hier hele grappige kaarsen. Ik vind het leuk. Goedemorgen, deze woensdagmorgen alweer. De week is alweer door midden. Jullie hebben vanochtend kunnen zien dat we de jongens naar school hebben gebracht. Je zag dat ze echt heel druk bezig zijn hier in de straat met allemaal groot materiaal. Wat jullie niet hebben gezien is dat wij vanuit school meteen door zijn gelopen naar de Action. Want afgelopen week heb ik een mooie Halloween krans gekregen. En Sint dacht dat daar lampjes in zaten. Maar helaas, dat is niet het geval. Dus we gaan nu een stukje DIY'en. Hier hebben we de krans. We hebben net bij de Action meegenomen wat van deze lampjes.
We hebben meegenomen een precisie schroevendraaier set. Hopen dat dat goed gaat. En dan gaan we door met... wacht, ik heb nog iets. En deze hadden we ook nog gehaald. Leuke Halloween trick-or-treat bags. Superleuk, we hebben er meteen een paar meegenomen. Zodat we voor ons reisgezelschap ook wat van deze tasjes mee hebben. Want volgend jaar, hadden we al gezegd volgens mij, kunnen we ook trick-or-treat op het schip. Dus wij zijn alvast goed voorbereid. Goedemiddag allemaal. Het is inmiddels al bijna 2:30, zie ik op de klok. En het is woensdagmiddag, dus dat betekent dat de boys thuis zijn. En daar rood. Hey. Hey. Mama heeft heel veel rood. Heeft mama heel veel rood? Oh. Kijk maar. Papa. Wacht. Vertel. Oh, daar hier hou ik van. Ja, vertel. Daar rood. Ja. Daar rood. Is mama woede? En daar rood. Hé, hey, is mama woede? Daar rood. Van inside out. Daar ook rood. Fijn hè, zo'n complimenteuze zoon. Ja, dat is het. Daar rood. Kijk, ik ben de Efteling vlog aan het editen. Die jullie als het goed is al hebben gezien. Zo niet, ga hem dan snel even kijken. Dit is vlog nummer 281 waar ik nu mee bezig ben. Het zal een tweedelige serie zijn, want de vakantie was was best lang. Het was eigenlijk te kort, maar wel lang genoeg om meerdere video's uit te kunnen persen. Dus gaan we vooral kijken, zou ik zeggen. Zo, zijn we dan. Niet voor de babydump. Nee, we gaan niet voor de babydump. We zijn hier voor de intratuin. Sorry, we hadden het net over dat we ook op de zwangere palaas konden zetten, maar... Hè? Ja, we gaan met Anja even gezellig hier bij de intratuin ontbijten. Dat is alweer een tijdje geleden. En we gaan even kijken hoe ver ze al zijn met de cash show. Want over een maand, volgens mij, 3 of 4 oktober, moet hij open gaan. Dus we gaan even kijken hoe het hier vordert. Mensen kunnen er niet langs. We moeten echt later terugkomen. Ze zijn nog heel hard bezig. Maar ze moeten wel opschieten als ik het zo zie, hè? Dus toch niet. Je hebt nog een maand, dat is echt. Zie je dat? Nou ja, hier kijk, de brug staat er al wel. De mensen voor de trein zijn er ook al. Ja, het wordt wel weer mooi hoor. Oh, daar het treinstation. Nou, over een maand gaat het hier heel anders uitzien. De Efteling wordt dit jaar beter aangekleed hier bij de intratuin. Kijk. Een mini aquanura. Zouden we hier inderdaad een kleine aquanura krijgen? Ja. Maar ze hebben hier ook van die... Oh, kijk eens wat leuk. Kinderen kunnen hier gewoon in. En dan kun je... Laat ze even zien hoe ze het demonstreren. Dus plastic moet er nog vanaf. Maar zie je, je kan er gewoon tussendoor. Dit hebben ze heel leuk gedaan. Nou, we kunnen niet bij het Efteling spul. Maar dit ziet er ook wel leuk uit, moet ik zeggen. Hier met die torentjes. Oh ja, dat is heel leuk gedaan. En we krijgen een Harry Potter thema dit jaar. Hey, de boxjes. Maar ze pakken het goed aan. Super gaaf. Hier moet het zo meteen echt gaan gebeuren. Maar ik zie eigenlijk nog vrij weinig actie in de taxi hier. Kijken. Nee. Maar over een tijdje. Oh, daarboven. Volgens mij ga je door een soort. Als ik dat zo zie. Kijk of ik in kan zoomen. Sorry. Volgens mij ga je hier door een soort treinstation, heb ik het idee.
Kijk wat we hebben gevonden. Een waschepje zo van Disney. Heel cool. Die gaan we proberen. Cindy loopt me de hele middag al gek te maken. Van hé, er komt vandaag een pakketje. Iets leuks voor in huis. Om uit te breiden. Ixie. Ben je echt overgegaan op Ixie? Echt? Ik roep al jaren van hey, leuk om een Ixie te doen. En Cindy zegt nee, dat gaan we niet doen. Het is wel jouw surprise week deze week, hè? Ja. Ja. Ixie heeft nu een abonnement. Net zoiets als Clicky. Ja. Dus dan kun je elke maand kun je 10 fotootjes bestellen. Bestellen. En dan kun je hem zo uitbreiden. Oké, maar hoort dit er ook bij deze? Ja, want ik heb ook even een starterkit erbij gedaan. Ah, dat je ze kunt bevestigen. Ja, en zodat we niet met 10 fotootjes starten, maar wel direct iets hebben om... Dus we hebben nu 20 fotootjes en een... En waar wil je die Ixie gaan doen dan? Ja, wil je dat hier gaan doen? Of hier? Ja. Of dat, je kunt Ixie nu ook met verschillende formaten en dan in het trapgat. Dat we het daarmee gaan uitbreiden. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Is goed. Nou. Ik dit nog altijd een hele lange. Sorry jongens, ik zoek even het beste licht voor jullie op. Dus pak ik toch even een mesje. Oké. Okay. Spannend. Even kijken, is dit dan de starter kit? Ja, nee, dit is het. Welkom set van het abonnement. Oké. Okay. Er zit zo'n blokje bij, daar kun je dan ook zo'n fotootje inzetten. Nog moet ook een fotoalbumpje bij als het goed is. Een fotoalbumpje met de foto's die je nu hebt besteld? Ja, of met de foto's die je niet wilt, niet in je collage wil op dat moment. Oké. Okay. Dit zijn die... Bevestigingssteunen. Dit is ook bevestigingsmateriaal. Nou ja. Zo. Dus ik voel een leuk projectje aankomen voor zondag. Ja, vakantie gedaan. Voornamelijk. Ze zegt, ik heb nu even allemaal foto's gedaan van de afgelopen vakantie. Even voor de record, dit is geen sponsor. Nee. Die hebben wij nog niet, daar zijn we te klein voor. Dus allemaal uit eigen zak betaald, maar het ziet echt wel heel erg leuk uit dit. We zijn net naar de kom in de klas geweest van de jongens. En we zijn nu onderweg, of we gaan nu naar Duitsland. Yay, we gaan weer naar Duitsland. Ja. Het is een beetje de Duitslandvakantie deze keer. Nou, wij hadden. Wij houden zo van Duitsland. We hadden gisteren spontaan besloten om naar Duitsland te gaan. Want wij gaan morgen gaan wij naar. Moviepark. Moviepark Germany. We zouden dat vorig jaar eigenlijk al een keer doen. Maar het weer gooide roet in het eten. Dus hopelijk hebben we dit jaar meer geluk. Maar morgen gaan we naar Moviepark. En we dachten om de morgenochtend de reis iets korter te maken. Gaan we vanavond nog in een hotelletje slapen. Dus we hebben een hotel geboekt bij Essen. Of in Essen. En daar gaan we nu naartoe. We hebben een reis voor de boeg van ongeveer 2 uur. Kleine 2 uurtjes. We kunnen niet het ding doen. Wat zeg je? We kunnen eigenlijk in het hotel mijn favoriete ding doen. En dat is? Ontbijten. Oh. Ontbijten, ja. Jaden is helemaal fan van ontbijten in hotels. En dat hebben we ook bijgeboekt. Dus Jaden is helemaal blij. En dan zijn wij ook blij. En is Levi ook blij? Nee. Huh? Nee. Waarom niet? Waarom ben je niet blij? Ik ben... Waarom niet? That's so happy in the world you wishing. Oké, mensen. We zijn nu een paar uur later. En we zijn inmiddels in Essen aangekomen. In ons hotel. En ik moet naar de wc, dus niet kijken. Oké, dan gaan we eerst de andere ruimte af. We hebben hier kamer 502. We zitten op de deluxe vloer. Want we hebben een suite. Kijk. Ik kan kijken bij niet doen. Nee. Nou, we hebben hier een kamer. De jongens hebben hier hun eigen kamer. Met tv. Nee. En wij hebben hier onze kamer. Met nog... Sin. Sin, kom eens. Kom eens. Wow. Kom eens. Hier, is er nog meer? Ja, kom eens hier. Wat is dit? Walk-in closet. Oh, walk-in closet. Wat is dit hier achter?
Oh, we komen maar één nachtje hoor, mensen. Ja, we gaan maar één nachtje. We hebben een walk-in closet. Waar is die? Nou ja, dit is dus onze kamer. Hey, hallo. We hebben hier koffiezetapparaat. En we hebben hier een bad. Dan. Waar doet dit je aan denken trouwens? Dit kennen wij. Aan Bali. Bali. Terwijl op huwelijksreizen wel waren. Hallo. Papa, ja, dit gaat naar beneden. Wacht even. Dit gaan we sowieso doen. Hier, daar is het knopje. Kijk, en die gaat nu dicht. Kijk, dit is top. Nou, wat vind je van de kamer? Ja, schön. Dag, dag. Zo, we zijn nu onderweg naar de binnenstad. Nee, nee, we gaan heel even naar de Primark. Is er een even kijken. Wat zeg je? Het is een metrostation volgens mij. Oh, metrostation. Ja, maar wij gaan niet naar een metrostation, wij gaan naar de stad. Ik wil metro's kijken. Want we gaan even naar de Primark en we moeten iets eten. Zijn we dan bij de Primark? Het is lange tijd de Primark geweest voor mensen uit Nederland. Toen had je de Primark nog niet in Nederland, wel in Duitsland. En ging iedereen hierheen. Minions. Oh ja, de Minions. En hier is de Primark. Helaas, niet geslaagd. We zochten een broek. En die broek die ze inzocht, hadden ze natuurlijk eens eerst niet. De hele Primark afgezocht. We hebben de hele Primark afgezocht. Ze hebben niks gevonden. Ik zie, in een film zag ik degene die Wonka speelt. Oh echt? Ja. Nou, we gaan nu eten. Daar heb je de frietenwerk en daarnaast hebben we de McDonald's. Ga eens bij de frietenwerk kijken of er iets in zit wat wij allemaal lusten. Hier gaan we eens kijken, frietenwerk. Gaan we dan. Jetzt bestellen. Ik heb zo'n sperrips. Nou jongens, liggen jullie lekker? Ja. Ja? Ga lekker slapen? Wij liggen hier achter, hè? Daar gaan wij zo liggen. Yes?